In Hilversum worden in korte tijd 2 overvallen gepleegd. Eerst op een snackbar en 5 dagen later op een supermarkt waar mensen met een verstandelijke beperking werken. Mogelijk gaat het om dezelfde daders. Cafetaria Reuling aan de Kleine Drift in Hilversum. Op woensdagavond 20 november rennen rond 22:30 s'avonds 2 mannen naar binnen en bedreigen de medewerkster met een vuur- en steekwapen. Ze eisen geld, waarop de vrouw de kassa openmaakt en de daders er met een geldbedrag vandoor gaan op een scooter die veel lawaai maakt, richting het station van Hilversum. Shirin El-Sayed is er van de politie Midden-Nederland. Ja, vreselijk als je zuur verdiende geld in een paar seconden wordt weggeroofd. Laten we de daders daarom nog maar eens goed bekijken. Ja, het blijft altijd verschrikkelijk laf, dit soort overvallen. Nou, we zijn dus op zoek naar 2 overvallers. Het gaat om 2 jonge mannen die op die avond donker gekleed waren. Beiden hadden hun gezicht bedekt. Een van die daders droeg een grijskleurige jas en een gebreide sjaal had hij voor zijn gezicht. Nou, we schatten in dat die verdachten zo tussen de 1,60 meter en 1,70 meter zijn. Best wel klein. En ze hebben een tenger postuur. En ze waren die avond bewapend met een mes en een vuurwapen. En we hoorden het al, hè? De scooter waar ze op vluchten maakte nogal wat herrie. En dat om 11:00 s'avonds kan opgevallen zijn. Nou, dat hopen we heel erg. Dat iemand die herrie scooter heeft gehoord. Zij zijn die avond weggereden via de Kleine Drift in de richting van station Hilversum. Nou, mogelijk hebben mensen deze scooter toen zien rijden. De politie tiplijn 0800 6070. Anonieme tip doorgeven, dat kan. Via meldmisdaad anoniem op 0800 7000. En 5 dagen later, op maandag 25 november, overvallen 2 mannen een supermarkt in Hilversum. En zoals we al zeiden, mogelijk gaat het om dezelfde daders. Bij supermarkt Attent aan de Minkelerstraat in Hilversum werken mensen met een verstandelijke beperking. Net voor sluitingstijd, even voor 18:00 s'avonds, komen 2 mannen met messen binnen. Onder bedreiging daarvan laten ze een medewerkster de kassa openen. Ze gaan er rennend vandoor in de richting van de Kamerling-Onnesweg. Sommige buurtbewoners zijn laaiend dat juist deze supermarkt is overvallen. Ik vind het zo'n rotstreek. Dit is een winkel waar gewoon Sherpa mensen, wat een hele goede werkbestedingsplek is. Iedereen pint hier bijna. Dus hoe durf je gewoon hier een overval te plegen? Ik vind het zo lafhartig. Deze buurtbewoonster verwoordt het goed. En jullie gaan er dus vanuit dat het mogelijk dezelfde daders kunnen zijn. Ja, want het gaat in beide gevallen om jonge overvallers met een tenger postuur. En ook de wapens komen overeen en ook de kledingstukken komen in een aantal gevallen overeen. Dus er is een kans dat het inderdaad om dezelfde jonge mannen gaat. Nou, we hopen dat de mensen kijken die wellicht die kledingstukken herkennen. En ons kunnen vertellen van wie die kledingstukken zijn. Ja, in de supermarkt zien we ze langer en beter. Dus laten we nog even gaan kijken. Ja. Nou, hier zien we die 2 jonge mannen met een tenger postuur van waarschijnlijk tussen de 16 en de 20 jaar oud. Nou, die ene verdachte die droeg een zwarte jas met een capuchon en een wit embleem op zijn linkerschouder. Hij droeg zwarte schoenen. En de andere verdachte droeg een blauwe jas met een capuchon met een geel accent in de hals. En onder zijn capuchon had hij dan weer een pet. En verder droeg hij zwarte leren handschoenen en had hij blauwe Nike's aan. Ja, en mochten het dezelfde daders zijn, mogelijk heeft die lawaaiige scooter het begeven, want ze rennen nu weg. Ja, klopt. Ze zijn inderdaad gevlucht te voet. Ze zijn daarna linksaf de supermarkt uitgerend. En we hopen heel erg dat er mensen zijn die overvallers hebben gezien op de vluchtroute. Wellicht hebben mensen zelfs camerabeelden waar wij iets aan hebben in ons politieonderzoek. Is dat het geval? Deel die dan met ons. De politie tiplijn 0800 6070. Anonieme tip doorgeven, dat kan. Via meldmisdaad anoniem op 0800 7000.